Op deze plaat staan een aantal situaties waarvan u de meeste wel zult herkennen. Ze zijn zo volledig mogelijk beschreven. U moet goed op de beschrijving letten en proberen u in elke situatie in te leven. Laat u daardoor niet afschrikken. Probeer toch om u in elke situatie in te leven. In het begin zal u dat misschien moeilijk vinden, maar al oefenend zal dat steeds beter gaan. Als u een van deze signalen hoort, is het vervolgens 15 seconden stil op de plaat. In die stilte kunt u uw eigen reactie geven. Reageer spontaan en direct, net zoals u dat gewoon bent te doen in het dagelijks leven. De maatschappij van vandaag. Ergernis brengt spanning teweeg. Het enige wat nog erger is, het is de motherfucking ergernis. Brengt spanning teweeg. Dus als je net een bus hebt gemist, als de trein er is, kun je fucking vertraging hebben. Of je banden zijn er eens lek gestoken op het station. Het heeft geen enkele zin meer. Het enige wat erger is, is de ergernis. Oh ja, het enige wat erger is, is de ergernis. Ik liep maar wat te kloten met mijn ziel onder mijn arm. In de zomer op de Dam, het was niet koud, maar ook niet warm. Ja, je weet wel van dat weer dat wij in Holland goed kennen. Is het eerst nog lekker droog, dan moet je plotseling rennen. Want dan komt het naar beneden in die hele grote bakken. Heeft het bijna geen nut om nog een paraplu te pakken. Maar je laat, dat moet niet zakken en je schuilt onder een puin. Als je denkt dat het gaat stoppen, komt er nog een vette bui. Dan wil je echt wel naar huis, maar ja, je moet met de tram. Ik had het bijna kunnen weten, duurde uren voor ik kwam. Toen stond ik in de verdringing met mijn natte reisgezellen. En tot overmaat voor ramp, ze moesten allemaal even bellen dat ze later zouden komen. Want de trein heeft vertraging. Het thuisfront meldde dat dat echt niet door de maag ging. Verlaging in het wegdek, dat werd net als een zwembad. En als die taxi doorrijdt, nou, dan doe ik hem wat. Ik ren naar perron 1A en mis de trein net. Gelukkig werd ik net nog opgevangen door het seinet. Was blij met het feit dat ik een flink eind op weg was. De pech was dat ik precies deed wat mij gezegd was. Door ome conducteur die dat boel wilde sussen. Ik wilde wel een kaartje, maar ik kwam er echt niet tussen. En die kutautomaat vraagt maar toe zo mijn pin was. Maar achteraf gaf dat niks omdat ik in de min was. Begint pas te lachen als je weet dat je druk kan. En vlucht dan, want zoomen doe ik beter dan een mug kan. De rug kan veel meer dragen dan je denkt. En met een dag in de stad ben je zo weer bijgetankt. Het enige wat erger is, is de ergernis. Oh ja, het enige wat erger is, is de ergernis. Zal ik nooit een keer verdwalen. Weet precies waar ik moet zijn als ik mijn grammetje moet halen. Maar het is echt wel balen als de boel is uitverkocht. Dan kom ik zonder fiets dag door. Het goudgele volger red ik hem tot de bocht. Maar hey, ik moet aan de dood. De koffieshop daar binnen staat is dan mijn enige hoop. Dus ik loop of ik rij en als ik aangekomen ben, zie ik daar iemand aan een tafel die ik heel goed ken. Ja, die gozer heet Sven. Ik geef een groet en schud zijn hand. Ik haal mijn fiets daar op de bocht, want ik ben de vaste klant. Ik krijg een hele vette stik. Sven en ik gaan aan de praat. Ik heb je tijden niet gezien. Vertel me hoe het met je gaat. Het was gezellig, het laat. Rook die vulde de shop. Het ging snel, dus bewaarde ik een hele dikke top. Maar ik liet hem dan liggen. Zwarte hars, net als drop. Daar heb ik niks meer te roken. Sla mezelf om mijn kop. Het enige wat erger is, is de ergernis. Oh ja, het enige wat erger is, is de ergernis. Echt, het enige wat erger is, is de ergernis. Ja, maar je zou een zacht liedje zingen en nou speel je keihard op je trompet. Ja, het gespannen zijn van het lichaam wordt meestal veroorzaakt door het gespannen zijn van de geest. Wat op zijn beurt weer ontstaat door beïnvloeding van negatieve gedachten. Zoals angst, verkeerde bezorgdheid, ergernis, boosheid of jaloezie.